Hold up. Hoi allemaal, welkom terug op mijn kanaal en vooral als je nieuw bent, welkom bij de Beauty by Key Squad. Ben jij nou nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zorg dan dat je hier beneden op de rode abonneerknop drukt, zodat je geen leuke video's mist. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké jongens, ik heb even een rustig plekje uitgezocht om te gaan vloggen. Ik heb namelijk vandaag mijn eerste pers-event van het merk Mua Makeup of Mua Cosmetics. En jullie zullen het merk vast wel kennen, want het is verkrijgbaar bij Kruidvat. Het is best wel populair. En ik ben daar nu dus onderweg naartoe. En ik schaam me echt dood. Ik durf hier echt niet te vloggen. Maar goed, alles voor de video. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb een jurkje aan van The Only. Mijn jas van de Zara. Tas van Indie Fashion. Must have. Ik zal alles in de beschrijving linken. Mijn panty van Luxury Makeup en of Luxury Look zal ik ook in de beschrijving linken. En mijn schoenen. Van de Sasha. Dit is trouwens de panty. Super mooie panty. Ik zal het in de beschrijving linken. Oké, het pers-event is in de 9 straatjes. Dus op de Ray 7. Dus ik ben nu onderweg met zoeken. Mijn telefoon is uitgevallen, dus ik heb ook geen Google Maps op dit moment. Maar komt goed, ik ga het wel vinden. Ik ben in ieder geval super benieuwd. Er komen meiden uit Londen, die komen vertellen over het merk. En die laten de nieuwe launch zien van een nieuwe collectie. Dus ik ben heel benieuwd naar deze nieuwe collectie. En ik hoop dat ik wat leuke spulletjes mee naar huis krijg. Maar voor nu wordt het weer wat drukker, dus ik ga mijn camera uitdoen. I'm not ready for this. En dan zie ik jullie zo weer. Oké, in alle zenuwen was ik net vergeten te zeggen welke dag het was. Het is vandaag vrijdag 19 oktober. En het is 2:05. Het event begint om 2 uur en het eindigt om 4. En daarna ga ik een hapje eten met een vriendin. Dus dat ga ik ook gewoon voor jullie vloggen. Ik denk dat ik nu in de buurt ben, dus ik ga straks wat mensen vragen denk ik waar ik ben. Want aan mijn telefoon heb ik ook niks op dit moment. Oké jongens, ik kom er net achter dat ik helemaal ben omgelopen. Maar goed, zoals ik al zei, het is lekker weer, dus maakt niet uit. Ik ben langs coffeeshops gelopen, ik ben langs de wallen gelopen. Helemaal verkeerd, maar ik heb nu het gevoel dat ik in de buurt zit. Want 2 weken terug ben ik ook gaan eten bij waar het pers-event nu is, bij de Ray 7. Super gezellig tentje trouwens, met echt lekkere freak shakes. Maar daar ben ik dus 2 weken geleden heen geweest en ik loop nu langs winkels die ik herken. Dus ik ben sowieso in de buurt. Dus nog even een stukje lopen. Ik heb nog 10 minuten, dus dat gaat wel lukken. Volgens mij moet ik nog 2 of 1 straatje. Oké, grappig jongens, ik zat helemaal niet in de buurt. Na 5 minuten kwam ik erachter dat ik in 1 straatje zag die ik nooit had gezien. Of winkels zat die ik nooit had gezien. Dus ik ben gewoon een winkel naar binnen gelopen en gevraagd waar de Ray 7 zat. En dat zat achter die straat. Dus daar ben ik nu aan het heen lopen. Ik heb nu nog 6 minuten, dus ik heb nog speling. En ik denk dat ik wel op tijd kom. Tenminste, ik hoop dat ik op tijd kom, want ik haat laat komen. Vooral bij vreemde mensen die ik niet ken. Oké jongens, ik zie het. De Reestraat, we zijn er.
zijn de Anyways van Anyway ook bezig met allerlei touch-ups. En ja, ik wil natuurlijk hier heel graag ook de klanten Anyway voorstellen. En zij gaan jullie alles vertellen over het merk en over de producten die jullie voor je zien liggen. En ja, we gaan wel over in Engels, dus hier zijn ze. Bring maar Rose van Anyway. Goodiebag gekregen die ik thuis voor jullie ga uitpakken. Hebben jullie het naar je zin gehad? Ja! Ja! Yeah. Het was super gezellig. Het eerste pers-event en ik vond het echt geweldig. Dus ik hoop dat er in de toekomst natuurlijk meer zullen komen. Op naar meerdere. Op naar meerdere, zeker. En deze ga ik thuis voor jullie uitpakken. Oké, jongens, ik ben zojuist thuisgekomen van het pers-event. Nogmaals, ik vond het echt geweldig. Ik hoop dat ik in de toekomst nog meer pers-events kan beleven. Maar goed, het leek mij wel leuk om even dit pakketje, deze goodiebag, te unboxen voor jullie. Even snel, niet professioneel zoals mijn echte unboxing video's. Maar in ieder geval, dit is het tasje. En het tasje is van super goede kwaliteit. Is erg hard, kan je ook echt blijven gebruiken. Als eerste haal ik dit papiertje eruit. Hierop staat MUA Makeup Academy Shake Up Your Makeup. Leuk je gezien te hebben. In deze perstas zit een selectie van must-have MUA producten om jouw make-up stash een boost te geven. We zijn heel benieuwd naar jouw looks en vergeet ons niet te taggen. Super leuk.
En zoals ik al zei, kennen jullie het merk Mua Makeup Academy waarschijnlijk van de Kruidvat. Want het wordt bij de Kruidvat verkocht. En volgens mij heb ik een paar items die nog niet verkrijgbaar zijn in de Kruidvat. Dus die nog moeten komen in de collectie. Dus dat vind ik super leuk. Het eerste wat ik eruit ga halen is het paletje waar ik het meest excited voor ben. En dat is de Mua Makeup Academy Professional Gradient Light Palette. En deze is de Bronze Delight. En oh mijn god jongens, kijk naar deze kleuren. Echt geweldig. Alsof het voor de donkere huid is gemaakt. En het leuke aan dit paletje is, het is een eyeshadow palette, maar het is ook een highlighter palette. Dus het is voor je gezicht en voor je ogen. Dus ik ben heel benieuwd naar deze kleuren. Ik ga hier waarschijnlijk een video van maken. Of een mini tutorial op Instagram. Maar dat moet ik nog even kijken. Dan is het tweede wat ik eruit haal. Het tweede item waar ik heel erg benieuwd naar ben. Dat is namelijk deze Mua Makeup Academy Professional Burning Embers Palette. En dit is natuurlijk een eyeshadow palette zoals jullie kunnen zien. En deze kleuren zijn amazing. Dit is echt de perfecte shade range. Het gaat van aardekleuren naar een beetje wat lichtere kleuren. Naar basic kleuren. En je hebt dus voor alles wat. Je hebt mooie shimmers. Je hebt mooie matte shadows. Je hebt mooie transition shadows. Dus ik ben heel benieuwd naar dit palet. Dan haal ik er nog een paletje uit. Dit is ook gelijk het laatste paletje. En dit is de Brow Professional Ultimate Collection. En die ziet er zo uit. Ik zal hem ook even voor jullie openen. Echt geweldig. Ik ben zo blij met deze goodie bag. Je hebt een mooie browbone highlight. Je hebt de kleuren voor elke wenkbrauwkleur. En ik denk dat deze het beste bij mij past. Dus ja, hier ben ik ook heel benieuwd naar. Dan hebben we nog een highlighter. En ik wil deze highlighter al heel lang proberen. Dus ik ben heel blij dat deze in de goodie bag zat. Dit is de Shimmer Highlight Powder in de kleur Golden Scintillation. En dit is een hele mooie gouden kleur. Hele mooie vorm ook in de highlighter. Dan heb ik iets heel geks en iets heel handigs. Deze heb ik namelijk geprobeerd tijdens het persevent. En dit is een make-up remover stick. Dus hier heb je eigenlijk geen doekje voor nodig. Maar ik adviseer het wel. Want ik heb het natuurlijk tijdens het persevent geprobeerd. En het werd echt een smeerboel als je het gelijk op je huid zeg maar aanbracht. Dus wat ik deed, ik bracht dit aan op een doekje. En dan veegde ik de make-up weg. En dat werkte echt perfect. Dat is namelijk deze Mua Pro Base Make-up Remover Stick. En hier hadden ze een paar kleuren van en elke kleur deed weer wat anders. Dus je had een primer ervan volgens mij en nog iets mattifyings. Dus ja, dit is ook een heel goed product. Dan haal ik er nog een bronzer uit. En dit is de Mua Makeup Academy bronzer in de kleur Solar 110. Dat is deze, ook weer een hele mooie design. En ik weet niet of dit de goede kleur is voor mij. Maar goed, anders kan ik het natuurlijk gewoon als transitiekleur gebruiken voor mijn oogschaduw. Want dat doe ik ook heel vaak met te lichte donkere bronzers. Dan gaan we over naar de wat kleinere dingen. Ik heb nog 4 producten in mijn goodie bag. En wat ik eruit haal is de Super Stilo Satin Finish Lipstick. En dat is deze. Hele mooie kleur. Ik weet niet of hij me gaat staan, maar ik ben heel benieuwd. Ik ga hem natuurlijk gewoon gebruiken en testen. Dan haal ik er een eyeliner uit. Dit is de Winged Wonderliner. En dat is gewoon een eyeliner penseel. Dan heb ik 2 kwasten erbij gekregen. Maar de ene kwast heb ik net aan mijn tante gegeven. Omdat ik al heel veel highlighter kwasten had. Maar dat was dus een highlighter kwast wat ik had gekregen. En ik heb deze eyeshadow brush gekregen. En die ziet er zo uit. Heel handig, omdat er ook een eyeshadow palette natuurlijk in de goodie bag zat. En het laatste item is deze High Shine Nude Lip Gloss. En ik ben zo benieuwd naar deze lip gloss. Want toen ik deze uit de tas haalde, dacht ik, wauw. Natuurlijk niet straight up op mijn lippen voor mijn huidskleur. Want ik denk niet dat dat heel vrij gaat staan. Maar over lipglossen heen zal deze heel erg mooi staan. Want het is een soort, ja, het neigt naar oranje.
En ja, dat is gewoon heel mooi bij de donkere huidskleur. Dus ja, dat waren alle producten die ik in de goodiebag had. Toen ik deze in mijn handen kreeg, dacht ik echt, wauw, ik heb nog nooit zo'n goed gevulde goodiebag gehad. Dus nogmaals, Miwa Cosmetics Nederland, dankjewel. En mooi, The Agency natuurlijk, thanks for having me. Ik heb echt genoten op het pers-event. Ik heb hele leuke meiden ontmoet van Instagram. Dus ja, voor mij zeker voor herhaling vatbaar. En dan ga ik straks, ik denk dat ik mijn make-up zo ga laten. Ik dacht eigenlijk dat ik gewoon naar huis zou gaan, even mijn make-up opnieuw zou doen en dan uit eten zou gaan. Maar ik denk dat ik mijn make-up zo laat, want ik ben er eigenlijk best wel blij mee. Het zit ook nog best wel goed. En toevallig heb ik ook een Muwa Makeup Academy primer gebruikt vanochtend. Dus het merk Muwa is echt heel goed. Dan ga ik nu even uitrusten, want ik ben uitgeput. En dan ga ik jullie straks meenemen naar Happy Italy. Oké, jongens, ik heb me net klaargemaakt. Nou ja, klaargemaakt. Ik heb andere kleren aangetrokken om uit eten te gaan. En ik heb deze jurk aan. En hij is van de Primark. Superleuke details aan de mouw. En ja, dit is een beetje een basic jurk, maar alsnog wel suitable voor uit eten. Ik ga straks wel een food baby krijgen, maar goed, food is life. Dus ik ga zo mijn vriendin ophalen en dan gaan we lekker een hapje eten bij Happy Italy. Oké, jongens, ik heb gezegd dat ik jullie zou meenemen natuurlijk naar Happy Italy, maar de plannen waren wat gewijzigd. Dus we hebben gewoon even Turkse pizza en zo gegeten in een klein zaakje. In ieder geval, wij gaan nog even genieten van onze avond. Dus bij deze ga ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vonden jullie hem leuk? Geef dan zeker wat duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal en dan zie ik jullie heel graag terug in mijn volgende video. Doeg! Hold up.